Hoi allemaal! Hoi! In deze video hebben wij voor jullie de Fuck, Marry, Kill Challenge. Ja. En dit houdt eigenlijk in dat als je het fuck hebt, dan wil je het paard kopen. Marry is verzorgen en dan is kill verkopen. En in dit bakje hebben wij allemaal rassen. Wij gaan het niet met paarden van mensen doen, ja, dat vinden we een beetje lullig. Ik zou het ook niet leuk vinden als ze zeggen, ja, fuck winnen toe maar of kill. Ja. Dus wij doen het gewoon met rassen. Shoutout naar Made Fleur, want zij heeft deze video ook. Dus ik zal ook eventjes een linkje naar haar kanaal en naar haar video plaatsen. Ja, dat is ook wel leuk. Dit idee hebben we een beetje van haar en Feline, dus we dachten wij gaan dat ook doen. Ja, dus veel kijkplezier. Oké, jij mag beginnen. Nou, ik ga beginnen, dus ik ga 3 kaartjes pakken. Niet spieken. Nee, wacht. En ik heb nu 3 kaartjes, dus ik ga ze even oplezen. Ik heb de... Trakener, even, ik kon het even niet uitspreken. De Haflinger. Oeh. En de Fries. Oeh. Oeh. Mag ik het nu ook zeggen of moet jij het nu zeggen? Ik. En dan moet ik het ook zeggen? Nee. Oké, maar toch ga ik het doen. Ik ga de Fries killen. De... Ga je die verkopen? Ja. Waarom? De Haflinger ga ik fucken. En de... Dus die ga je kopen? Ja. Ah. En de Trakener, als ik het goed uitspreek, die ga ik verzorgen. Ja. Oké, en dan mag ik deze niet zeggen? Nee, die mogen nu weg. En nu ben jij. Nu ga ik lekker 3 kaartjes pikken. Ik heb de Shetlander. Oh, ik heb de 4. Ik steg op. Goed. Ik heb de Mustang. En ik heb de Barok Pinto. Dit is moeilijk. Ik, de Mustang, ja, ik heb hier een briefje, want ik vergeet wel al die termen. De foto's zijn al in beeld. Ja. Ja. Ik ga de... Oh, dus ik ga de de Mustang ga ik fucken, die ga ik kopen, want ik vind dat, zie ik echt zo'n spiritpaard voor me. Ja, die is de mooi. Mustang, die fuck ik dus, die koop ik. Oh nee, dit is echt onmoeilijk. Ja, de Barok Pinto ga ik verzorgen. Dus verzorgen, dat is Mary. En de Shetlander ga ik killen, want ik heb er al 2. En ik ga die vreemd. Dus die ga ik even kopen. Maar ik nu ben ik weer, en nu ga ik weer de 3 kaartjes pakken, volgens mij. Jij stagelt. Ja, ik heb 100. Ik heb de Hackney. Ik heb de Tinker. En ik heb de Groninger. Oh! Oei. Dat zijn 2 paarden van ons tegen elkaar. Je moet even iets zo, Rink. Ik ga de Hackney ga ik killen. Het is gewoon niet mijn ras. Ik vind het gewoon niet mooi. Stel me niet teleur, hè? Stel me niet teleur met Dandy. Ik ga toch de Groninger fucken, want die vind ik heel erg mooi. En die koop je. Ja, en ik denk de Tinker verzorgen, maar... Je komt er goed vanaf, maat. En ik vind die paarden wel... Groningers vind ik sowieso heel mooi, want we hebben zelf ook een Groninger en... Ja. Oké, ik heb er weer 3. Ik heb de... Oh nee, ik heb echt moeilijk. Ik heb Lippie Zander. En de... De Shire en de Andalusië. Oh, de Andalusië ga ik 1000%... 1000%. Ga ik fucken, die ga ik kopen. Ik ga de Andalusië ga ik kopen. De Lippie Zander, die ga ik verzorgen, die ga ik marry. En de Shire, hoe jammer het ook is, die ga ik verkopen. Want ik heb echt wel met Spaanse paarden. Ja. Dus, maar anders was die Shire 1000% gebleven. KWPN'er. De Draver. En de IJslander. Ik vind dit alle... Nee, ik vind ze eigenlijk helemaal niet allemaal leuk. Ik zou de KWPN'er zou ik fucken, dus kopen. Want ja, ik vind dat sportras ook wel leuk. En ik zou de Draver killen, want ja, ik vind het eigenlijk... Ja, het zijn niet echt mijn type paard. Die zou ik killen, dus verkopen. En dan de IJslander verzorgen. Ik ben zelf, vind ik mezelf best lang. Maar, dus, en IJslanders zijn best wel klein, dus... Ja, maar die zou ik dan gewoon lekker gaan poetsen of zo. Dus ik heb weer 3 loodjes. Ik heb de... Een Magnus nu. Ik heb een Gelderse. Oh, ik steg alweer. Ik heb de Gelderse. Belgisch trekpaard. En de New Forest.
Oei, die is ook lastig. Gelderse zou ik dus fucken kopen. Want degene die mijn horror story kennen, Daisy, dat was ook een Gelderse. En ik vind het wel een heel veelzijdig ras. Je kan ermee springen, dressuren. Ze kunnen voor de kar. Ja. Dus de Gelderse, ik vind het ook best mooie paarden. Dus die zou ik fucken, die zou ik kopen. Ja. Belgisch trekpaard, die zou ik marry. Die zou ik gaan verzorgen. Want ik vind het gewoon een hele mooie rassen. Ja, gewoon echt schatten. En de New Forest. Ja, ik heb niet zo heel veel. Jawel, daar kan je echt heel veel mee. Dan kan je met springen buiten. Ja, maar dat is niet zo mijn ding. Dus ja, die zou ik killen. Die ga ik verkopen. Nu ben ik weer. Ik heb de... Heb jij weer leuke rassen zeker? De Quadder. Oh ja. De Falabella. Oh. En de Fuchs. Wat wel de Fuchs? Oh, dat is best een lastige, want... Ja, ik heb eigenlijk met alle drie heb ik niet zo heel veel. Ik denk dat ik de Fuchs, die kill ik. Oh, why? De Quadder ga ik kopen. Waarom? Nee, daar wil ik uitleg van. Waarom verkoop je die? Nou, ik vind... Dit is toch leuk? Nee, ik... Je hebt ook op Modim gereden. Ja, maar... Nee, maar ik vind dat ras gewoon niet... Oh. Nee. Ik vind Modim en Modus wel leuk hoor. Ja, ik vind ze ook wel heel leuk, maar ik vind gewoon die andere gewoon wel mooi. Ja, oké, dat kan. En de, nee, ik ben nog niet klaar. De Quadder ga ik dan kopen en de Falabella dan verzorgen, want die vind ik wel schattig. Oké, duidelijk. De laatste loodjes. Nee hoor, oh, bijna. Ja. Oké, ik heb de Wels. Ik heb de Tuiger. En je hebt de? Lusitano. Oh, die wou ik. Lusitano, die ga ik kopen. Dus die ga ik fucken. De Tuiger ga ik verzorgen. Dus ga ik marryen. En de Wels. Die, ja, die zijn ik... klein, hè? Daar kan ik niet heel veel mee. Kijk, Boots en Diego, die zijn nog best breed. Die kan ik nog voor een kar zetten. Maar met een Welsje... Kan dat ook wel, maar... Weet ja, ik. Dus dat is dat. Nou, okay. Ik heb de Arabier, ik heb de NPS en ik heb de Appaloosa. Ik zou de Appaloosa zou ik kopen, want die vind ik zelf gewoon best wel mooi. De Arabier zou ik killen en de NPS zou ik dan verzorgen. Oké, okay, nou, mijn laatste drie. ik heb de Fjord. Oh, leuk. De Curly en de Dartmoor. Oké, okay. Fjord. De Fjord. Hou je ja, de Fjord ga ik fucken, die ga ik kopen. De Dartmoor ga ik marryen, die ga ik verzorgen. En de Curly, die ga ik curlyen. Nee, grapje, de Curly, die ga ik killen. Nou, dan was dit alweer de Fuck, Marry, Kill Challenge. Ja, willen jullie meer van deze video's van ons samen? Doe dan een blauw duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en abonneer op ons kanaal. En tot in de volgende video. Tot morgen!